Nou, ik ben al een tijdje thuis net eigenlijk. Maar jullie weten het allemaal dat ik rook. Tuurlijk. Voor sommigen die het nog niet weten, ik rook. Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat. En elke ochtend wat ik doe, is een lekker bakje koffie. Oh wacht. Wauw. Ik wil wel melk erin. Ik wil hem blijven staan. Een stukje keur. Nou, ik heb er suiker en melk in gedaan. En als ik even naar buiten kan lopen. Als het goed is, is dat ook een super mooi weer. Ja hoor. En ik zal alleen nog een parasol. Wauw. Mijn zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Daar is zon. Dag van Patje, kom maar gauw. En dan ga ik zeker lekker nog een lekker radio te luisteren. Maar ik heb gewoon een grote inzetinstelling dat er naast degene verschiet op plan komt en er niet snel een oplossing komt, dat er doden kunnen vallen. Onderschat. Ja, afstandelingen doen aftel en dat is moet je mee slaan. Dus jullie denken van Sander, doe niet zo agressief. Dus afstanden denk ik wel zo niet mee. Dus dat is het. Weten jullie dat? Oh, nee. Echt, de ring kan ik niet aanzetten. Op 100% NL. Goedemorgen. Ja, altijd lastig de maandag. Wow. Maar dan ga ik even lekker. Op zich wel verrassend, want dat onderzoek blijkt dat die eerste... En even een video uploaden. Dat is zo irritant, hè? Dat we altijd privé worden gebeld. Hard aandoen, dus aandoen. Ja. Of je opneemt en nog lekker aandoen. Ja, dat kan ook. Ja. Maar wij nemen nooit privé nummer op. Vooral ik niet. Want het is altijd reclame. Ja, het is allemaal wat bullshit. Om eerlijk te zeggen. Maar wat ik ook wil zeggen is, ik ga proberen te regelen voor Waddinxveen dat een voetbaltoernooi wordt dat een voetbaltoernooi komt. Wat is hier dan? Gewoon bij de Dreef. Dus ik ga even allemaal met iemand bespreken ervoor. En dan laat ik natuurlijk weten wanneer als het komt en wanneer het komt. Dat laat ik allemaal weten natuurlijk voor jullie. Dus dat ga ik regelen allemaal voor jullie ook. Dus wil jullie erbij zijn? Hou dan even mijn vlogs in de gaten en dan geef ik aan wanneer een voetbaltoernooi komt. Dus. Maar dan ga ik zo even naar het centrum lopen. Even denk wat halen. Ik weet niet wat. Maar ik zie wel. Nou, ik ben al een tijdje thuis net eigenlijk. Maar jullie weten het allemaal. Dat ik rook. Tuurlijk. Voor sommigen die het nog niet weten, ik rook. Ik ga even een beetje zo staan. Zie je me beter. Nou, en ik wil bijzeggen. Wacht even. Wacht, moet u wel even luisteren. Dat dit allerlaatste pakje is voor mij. Laatste tijd komen ook allemaal plaatjes op die pakken. Niet daarom ga ik stoppen, maar door geld. Dat ik weinig geluk krijg. Ja, noem maar op wat allemaal, alles wat met roken te maken heeft. Ik weet, het is slecht voor je. Wat de fuck, ineens gaat iemand aan het raam kijken. Maar daar hou ik niet echt van, maar ja. Wat ik wil zeggen is, dit is mijn laatste pakje, er zitten nog een paar peuken in, er zitten er nog vier in.
En dan stop ik met roken. Dat wil ik even zeggen. Dus dat betekent ook dat ik meer lang vlogs kan maken. Ja, en dat wil ik ook voor jullie allemaal. Voor jullie allemaal wil ik dat ik lang een vlog kom, gewoon algemeen. Dus ik hoop dat jullie dat... Ja, en ik wil ook bij zeggen, rook niet, mensen. Ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik ga nooit roken. Maar eigenlijk ben ik altijd al begonnen met roken, ja. Dus niet meer. Ik kan, ja... Ik wil alleen als tip geven, niet roken. Ja, maar... Het is enige wat ik kan zeggen. Ga niet roken. Je gaat... je kan snel ziek worden. Je hebt weinig conditie. Ja, noem maar allemaal op. Dat wil ik even bij zeggen. Dus, tip voor jullie allemaal, niet roken. Zou tof zijn als jullie niet gaan roken. Nou, ik wil even ijsje bakken en dat gaat helemaal fout hoor. Echt waar. Doe ik ernaast. Als je heel goed kijkt, misschien zo. Doe ik helemaal naast. Ik ben weer lekker bezig. Jongen. Mijn katje 30 uur. Dan moet ik me weer opruimen. Dus dat gaat helemaal fout. Nou, dus ik heb lekker voor de computer te wachten op video die ik net geëdit heb. Maar ik heb hem gelukkig ook even van de ijs schoongemaakt. Maar ik heb zo vaak dat ik ijs schoonbemaking neem even voor mij. Maar dat heb ik zo vaak. Maar wat is dat een rot klus om schoon te maken, joh? Niet normaal, echt. Niet normaal hoe groot... Hoe kut... Ja, KUT, om zo te zeggen. Om dat schoon te maken. Oh, joh. Maar als je niet schoonmaakt, natuurlijk... Dan gaat het stinken als een gek. Echt waar. En dat is nog erger. Ja. Je kan beter heel lang tijd nemen dat het echt schoon is... Dan dat gaat stinken als ik eerlijk moet zijn. Echt. Maar ja. Want ik heb heel veel alles gedaan bij mijn werk. Dat is ook wel een paar eieren gevallen. Ja, mensen of klanten laten per ongeluk vallen. Of... Ei is al kapot in de doos. Is gebeurd ook gewoon. En dat is gewoon... Of gebeurt dat wel als je een vrachtwagen is het dan kapot gaat. Of... Ja, dat is de tweede vraag. Hard wordt om. Ja, meestal ik denk eerder door vrachtwagen als ik eerlijk moet zijn. Als die kapot geleverd wordt, daarbij op het bijvoorbeeld, ik kom, ja, jullie snappen denk ik wel. Maar ik heb heel veel reacties gehad over twee vlogs terug, van bellen naar Femke, dat ik mensen stalk. Het is niet, ja, ik vind niet dat stalken is. Want ik heb één keer Snapking gebeld. En één keer Snapking en één keer Louise. Femke Louise. Nou, ik dacht, ik ga proberen om te bellen of ze opnemen. Je weet het nooit, want waarom zou ik niet als ik ergens telefoon zie rondgaan, gewoon proberen? Al vind ik wat mensen zeggen van. Dat het vervelend is, ben ik met ze eens. Maar ik mag toch wel proberen of ze opnemen, is de tweede vraag. Kijk, dat is hun keus. Als ik de hele tijd ga bellen, dan wordt het, ja, dan wordt het irritant. Dat snap ik. Ja, en ik snap ook wel dat ze niet opnemen, snap ik ook. Want heel veel mensen gaan bellen natuurlijk, want doordat het online is gegaan. En ik had reactie gelezen van, ik had zei van, ik heb er, wat ik al zei, heb ik ook gereageerd naar diegene. Bij jou is toch ook maar één keer mensen aan de deur gegaan? Nee, dat is niet zo. Bij mij is heel de laatste tijd minder nu. Alleen gisteren nog dan. De vlog van gisteren ook gelijk ervan. Ja. Bij mij denk dat wel veel bij YouTubers gebeurt, maar
als je vergelijkt mensen aan de deur staan en bellen. Dan ga je, als je aan de deur gaat staan, dan zie je hun privéleven toch. En als je gaat bellen toch niet. Dus... ik snap hem wel, de reactie. Ik weet dat jij kijkt. Ik snap jou wel. Maar ja, dat wou ik even kwijt aan jullie. Dus ik mag toch ook een mening hebben. En ja. Ja, ik krijg gewoon bij het bericht van de rijen via Facebook. Maar ja, dat was mijn mening. Maar dan ga ik nu even lekker voor mijn eigen genieten. Dus ik zeg alvast iets wat. Het hele uitzicht van Monnik 2 mensen. En binnenkort laat ik even een keer zien dat het licht is. Misschien ook wel mooi. Ik ben al een half uur thuis. Broertjes naar boven gegaan. Maar en mijn vader ook trouwens. Maar ik kwam thuis. Dag. Nou, niks aan de hand. En deze doet de tv niet, maar de tv staat wel aan. Maar het geluid doet het niet. Heel vaag. Wacht, misschien niet iets toetsen. Hier toch ergens achter. Ik zie niks. Ah, nou zo, zet hem uit. Veel makkelijk idee. Daar heb ik geen last van. En ik zit lekker, heb ik een video gepland. En dat is ook hype geworden. Ismael Ulgen, die is echt gewoon populair aan het worden op YouTube.
Even lekker melk in gekomen. En lekker kwark op. Toch dus. Ja, kwark. En dan 6 tons kouwen. De lepel moet niet bij. Dat is zo fucked up irritant. Ik kan niet helemaal praten daardoor. En wat ik ook nu wil doen is vlog afsluiten. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe even sowieso een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook natuurlijk niet hier beneden te abonneren. Veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. Ik zeg laters. Wij niet gaan filmen. Nou, wat we nu mee maken.